Van 23 tot en met 31 augustus vond in Ede de 89ste editie plaats van de Heideweek. Deze werd op de zaterdagavond op het Kuiperplein afgesloten middels de slotavond. Er waren onder andere optredens van Welen en Mart Hoogkamer. De Heideweek, hoe vonden jullie het? Super vet. Ja, heel erg tof. Ging het Edische publiek een beetje los? Ja, ze moesten volgens mij even inkomen. Ja. Ze waren niet meteen los. Nee. Ik denk dat veel publiek niet hadden verwacht dat er een rockband zou komen. Dus we zagen net een paar meiden ook vooraan, die stonden eigenlijk een beetje giechelig zo van wat doen deze jongens nou? En toen was het eigenlijk zo gaandeweg de show. Oh, dit is eigenlijk best wel gaaf. Je zag ze zo een beetje turnen. En dat was bij het hele publiek wel. Je had een paar mensen die kwamen echt voor ons. Die hadden ook een shirtje aan. En de anderen die waren zo van, even kijken wat er gebeurt. En die gingen ook wel mee uiteindelijk. Dus ik vond het heel tof in ieder geval. Ja. Hebben jullie favoriete nummer die jullie optreden? Van vanavond of? Favoriete nummer vanavond of gewoon altijd? Voor mij was November 1 vanavond mijn favoriet. Voor mij was het Paradise City. En waarom? Omdat vanavond hier Paradise City was. Ja, absoluut. Vinden jullie het jammer dat de Heideweek bijna is afgelopen? Ja, zeker. Het moet langer doorgaan. Hoe lang zou het eigenlijk moeten duren? Twee weken. Ja. En Emma Heesers heeft natuurlijk afgezegd vandaag. Vinden jullie dat jammer? Wie? Emma Heesers heeft afgezegd. Vinden jullie dat jammer? Ik weet niet wie dat is, sorry. Ja, maar ik denk dat Mart Hoogkamer meer feesten kan bouwen hier. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ja, ik vind het wel een beetje. Ik vond het voor haar jammer dat ze ziek is, maar dit is ook gezellig. Kijken jullie nog uit naar een andere artiest vanavond? Zeker. Wie? Session, die lijkt ook goed. Ik heb ook veel dingen over gehoord. Vinden jullie het jammer dat de Heideweek bijna is afgelopen? Ja, zeker. Want het hoort toch echt bij Ede, hè? Ja, zeker. Ja, het is jammer, maar goed, volgend jaar weer. En naar welke artiest kijken jullie uit vanavond? Vanavond wij samen naar Mart Hoogkamer, maar ik alleen naar Welen. Ja, zeker. Eigenlijk zou iemand anders komen, maar Mart Hoogkamer komt er last minute bij. Inderdaad, Emma Heesters had ik heel graag gezien. Maar ze is er niet, kan gebeuren. Als iemand ziek wordt, wordt iemand ziek misschien of wat ook. Mart Hoogkamer, prima vervanging, hè? Ja, zijn we het wel mee eens. Ja. Nou, gewoon een lekker feestje bouwen vanavond. Hartstikke. Wijntje, alles goed. Gaat helemaal goed komen met ons. Ja, echt waar. Naar welke artiest kijken jullie het meest uit vanavond? Dat vind ik een hele lastige. Ik vind alle artiesten heel erg leuk. We hebben natuurlijk een wissel gehad van Emma Heesters naar Mart Hoogkamer. Dus ik ben daar natuurlijk wel heel benieuwd naar. Ja, en natuurlijk Welen. Ja, die is ook leuk. Het zijn allemaal leuk eigenlijk. Ja, heel leuk. Ja. Dus hopen dat we langskomen natuurlijk. Dan kunnen we lekker meedansen en zingen. Dus ja. Between whiskey and water into wine. It's a long way home. When you're down and out and out here on your own. It don't matter who you are. Can you? Om net op de Heideweek op te treden. Ja, tof, het was een verrassing, want je ziet vanaf hier eigenlijk niet eens hoe diep het is en hoe ver en hoe breed eigenlijk. En ik hoorde net bijna 10.000 man dat er stond, dus het was een leuk feestje. Verrast door Ede? Verrast. Ik ben wel eens vaker in Ede geweest, maar nog niet zo op deze manier. En het ziet er echt heel goed uit. Ja, serieus. Ging het publiek een beetje los?
Ik heb alleen maar hartjes gezien en mensen die zwaaien en handkusjes. Dus volgens mij vonden ze het leuk dat ik er was. Dan hebben ze me met liefde vermoord. En heb je favoriete nummer om te zingen? Oh, jeetje. Nog één nacht vind ik een fijn liedje om te zingen. Thanks but no thanks vind ik een leuk liedje om te zingen. En wel meer, maar dat zijn wel dingen waar je echt even aan het werk moet, zeg maar. En dat vind ik wel lekker. Kom je nog een keer, mocht je weer worden uitgenodigd? Ik wil heel graag nog een keer komen, maar dan moeten ze... Ik ben met een nieuw project bezig. En als ze dat hier aandurven, dat zou heel tof zijn. Maar dat zou ik hier wel een keer willen laten zien. Ben je er iets over kwijt? Nou, het wordt heel classic country. Dus het wordt yeeha, zeg maar. Maar dan op een leuke manier. En waarom die keuze gemaakt? Omdat daar, dat is mijn jeugd, daar ligt mijn hart. Ik weet niet beter dan dat. En inmiddels ben ik bijna 45 en de bevrijding begint bijna. En ik vind dat het tijd wordt dat ik iets doe waar ik zelf volledig hart en ziel achter sta. En of dat nou commercieel een succes wordt of niet, dat zien we dan wel weer. Maar ik moet dit album gewoon een keer maken. En dat wordt echt heel erg gaaf. Ik ben er al mee bezig en we hebben een aantal sessies al gehad in Amerika. En dat wordt echt heel gaaf. Ken elke steen op elke hoek in elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet toch hoe het gaat. Maar elke cent die was het waard. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik hier loop. Gooi die bar vol, doe voor mij een rondje. Tino en Mark nemen nog een shotje. En ik zeg, we gaan niet nooit meer weg. Ik voel de hartslag van de stad. Van ochtends vroeg tot diep in de nacht. Ik zing mee met al platen. In de kroeg met al maten. Elke avond, ja elke avond. Voel ik de hartslag van de stad. Vroegen alle pleinen in de buurt. Maar wordt het later, dan vervaagt het met het uur. Kan met je lachen, soms maak jij mijn leven zuur. Het is al.